Zo, voor we beginnen, eerst shout-out naar Swammy Boy. Bedankt voor het abonneren. Wil jij ook op dit whiteboard komen? Abonneer dan zeker even. En dan laten we nu meteen beginnen met de video. Zo, we gaan nu kijken naar de nieuwe update die binnenkort gaat komen. Voordat we gaan beginnen, speel ik eerst even een spelletje. Weet je, ik zet nu een beeld tot waar je moet skippen als je meteen Sprout wil zien in actie. Maar ik zal je nu even eerst vertellen over de nieuwe skins die komen. Nee, ja, kijk, zie je onderaan, dan wordt het een heel grote explosie, terwijl normaal gezien is het een kleine explosie. Ja, ik vind het wel een interessante mechanic, want dat, ja, je wil dan eigenlijk juist dat je mist, zodat het een grotere bom is. Eigenlijk is dat wel een raar idee, dat je expres moet missen, zodat er een grotere explosie wordt. De tweede Star Power is trouwens nog niet bekend, dat is altijd zo, die releasen ze vaak later. Zoals je hier ziet... het is gewoon, volgens mij is het een redelijk snelle personage. En ik blijf het raar vinden. Hier zie je ook heel goed, je moet echt eigenlijk proberen hem te missen, de kogel. Want dan kan hij ze allebei raken. Terwijl
Het is lastig om ze allebei te raken. Wacht even, moeten de bots weer terugspannen. Ja, daar zijn ze weer. En hij kan tegen muren botsen. Dat vond ik ook nog bijzonder. Als je zo'n kogel tegen de muur botst, dan kan hij of heel groot worden. Kijk gewoon naar de gameplay. Hij kan tegen de muur botsen. Hij kan ook over muren botsen. Maar dit was de gameplay voor Sprout. Zo, dit was het dan ook weer voor deze video. Vergeet zeker niet te abonneren en een like achter te laten. Jullie weten nog, bij 100 likes ga ik een face reveal doen. En trouwens, ik heb dit keer zonder facecam, of eigenlijk zonder cam dat je mijn Stormtrooper masker ziet, heb ik opgenomen. Stel, jullie willen dat Stormtrooper masker weer zien, laat het dan zeker weten in de comments. En ik check jullie later.